Deze prachtige zondag in Bokstel is het bij de Vereniging Bokstelse Verzamelaars weer een drukte van je welste. Hier wordt namelijk flink geruild. Ik verzamel theezakjes, munten en postzegels. Is dit dan een directe concurrent? Nee hoor, wij zijn vrienden van elkaar. En wij verzamelen zowel voor hemzelf als voor mij. En daar ruilen we dan. Dus in de verzamelwereld is geen concurrentie? Nee. Nee, dat valt op. Gelukkig niet. Maar kunt u nog wel ergens rustig een kopje thee drinken? Ja, of is het alleen maar, gaat het alleen om de theezakjes? Ah, nee, dat valt wel mee. Thee, maar het is natuurlijk wel zo. Even kijken van, kunnen we een zakje vinden dat we nog niet hebben? En dat is dan eerst aan de beurt. Want vindt u thee eigenlijk wel lekker? Ja, thee vind ik wel lekker. En zeker als er een mooie thee weer zit, dan ben ik echt heerlijk. Ja, dat wordt heel goed. Ik heb hier melkkuipjes, speciale dekseltjes van melkkuipjes. En deze zijn van Europa en zo, maar de meeste komen eigenlijk uit Zwitserland. En jullie zijn man en vrouw, hè? Ja. Dat kan eigenlijk niet, hè? Koffie en thee. Oké. Moet toch wel een beetje gescheiden houden, dat doen we daar toch wel. Hij zit op de bovenste etage en ik in de etage lager. Afgelopen jaar naar Tsjechië geweest. En dat was heel prachtig, maar het was een heel grote ruilbeurs van 9 tot 2. Nou, ik had er denk ik in 1800 theezakjes dubbel. Allemaal mee naar huis genomen en zo. Ja, het was best leuk en thuis allemaal uitgezocht. Dus u bent echt internationaal goed bezig? Ja, we ruilen heel veel met het buitenland en zo. Nou kwam ik in mei naar Denemarken. Dat is ook een hele grote ruilbeurs, heel de dag. En dat is misschien wel leuk. En dan gaat u echt alleen voor die ruilbeurs? Alleen voor de theezakjes. Ja. Wat is er nou zo leuk aan verzamelen? Dit is een hobby, je kan op thuis blijven ook. Ik heb slecht weer, ze kan me lekker de post zegelen. Piet, wat kost dit boek? Dat moet ik even gedaan, ik sporten. Postzegelen? Ja, dat is toch heerlijk? Nou, ik vind het gewoon geweldig. En je kunt er heel veel van leren. Bijvoorbeeld als er quiz op de televisie zijn, onder andere 2 voor 12 van Rob. Zijn er vragen bij, bijvoorbeeld van een land of zo. Dan zeg ik, dat is die hoofdstad. Of vanwege de postzegels. Maar als je nou gewoon iets wilt weten over landen en zo. Dan zijn er heel veel mensen die weten gewoon niet Afrika. Wat voor landen liggen in Afrika. Nou, ik denk als je dat gedaan hebt, dan weet je wel waar het zootje vandaan komt. Dus eigenlijk is het heel educatief postzegels verzamelen. In principe wel, dat is gewoon een stukje kennis opdoen. En wat is nou het ultieme doel van verzamelen? Nee, dat is gewoon hebben. Gewoon hebben. Dat is gewoon een ziekte. Ik noem het altijd plaatjeskijkers. En wat nou als die verzameling compleet is? Dan valt hij wel in een gat. Dat is nooit compleet. Die verkoop ik aan hem. Oh, die verkoop je? Aan hem? Het was toch een ruilbeurs? Het is toch een ruilbeurs? We ruilen toch ook? Wij ruilen ook. Wij ruilen ook. Wij ruilen geld voor zegels. Wij ruilen geld tegen postzegels. Wij ruilen geld tegen postzegels. Hij heeft al heel veel opgelicht hoor. Ja. Daar heb ik veel geld van gebeurd van hem. Hij trapte elke keer weer. Hij doet wel aardig, maar is niet. Dus jullie zitten elkaar de hele tijd af te zetten? Ja. Nou, vandaag is hij aan de beurt. Dan ben ik aan de beurt. Ja. Maar hij heeft al 2 mappen gekocht. Maar dat voelt hij zelf. Ik heb niet gezegd dat hij dat moet, hij doet dat zelf. Dat is toch mooi, is niet? En dat was hem dan. Houdoe en bedankt voor het kijken dan. Mij is dat werkensvet, de buitenwiese Brabantse gevoel.